sommige mensen die krijgen het niet over hun lippen. Het woord sorry. Voor iedereen die het niet uit zijn strot krijgt, is hier iedere woensdag cabaretier Martijn Cadol met zijn wekelijkse rubriek Martijn die zegt sorry. Nou, goed, ja. Het lijkt steeds meer te worden. Dankjewel, dankjewel. Ik heb nog niks gedaan. Maar goed, ja, trouwens, ik zit me ineens wel af te vragen wat dan het interieur van je studio over jou zegt van. Maar het enige wat ik zie is allemaal een soort wit gipsen lampjes. Maar daar heb ik niks aan zeggen. Misschien leuk voor vervolgonderzoek. Mm-hmm. Goed, wat kan ik eigenlijk doen? Oh, ja. Ja, de afgelopen dagen stonden in het teken van afscheid nemen. En zoals we allemaal weten, het cliché is waar. Je mist dingen pas als ze er niet meer zijn. We moeten bijvoorbeeld afscheid gaan nemen van Rob Geus. Ja, man. Hoe gaan we dat doen, hè? 18 jaar lang werkte hij bij SBS. Maar wat nu? Kunnen we nog wel ergens eten, denk ik dan. Hè? Je weet nooit hoe lang die rubbertjes al in de koelkast zitten. Is alles wel gecodeerd in de koelkast? Je weet het niet meer. Rob Geus, hij zorgde ervoor dat iedereen veilig kon eten in Nederland. En Nelson Mandela van de Nederlandse horeca. Hij liet je ook over dingen nadenken. Er zijn dingen die Rob in zijn carrière heeft gezegd waar ik nog steeds over nadenk. Zoals dit bijvoorbeeld. Ik zie prullenbakken en ik zie wel prullenbakken. Hij ziet prullenbakken en hij ziet wel prullenbakken. Denk ik nog steeds over na. Geen idee wat hij daarmee bedoelt. Maar buiten dat is het heel vervelend voor Rob. Het is vooral erg dat mensen nergens meer naartoe kunnen met hun grote problemen. Dat vertelde hij zelf hier gisteravond aan tafel. Als je kijkt hoeveel oproepen ik krijg in de zomer, dat mensen mij echt nodig hebben in vieze accommodaties en slecht eten. Hmm. Ja, dan moet ik ze nu letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan. Ja, mensen hebben Rob nodig, want waar moeten ze heen met hun problemen? Ik bedoel, je hebt hooguit nog het juridisch loket, een advocaat, de rijdende rechter. Meester Frank Visser doet uitspraak. Meester Frank Visser rijdt visites tegen man op de bres. Radar, kassa, kan niet waar zijn, opgelicht. Oplichters op internet, oplichters in het buitenland. Oplichters in het binnenland, oplichters op Ameland. Ze zitten overal. En Astro TV. Maar verder. Verder kun je echt nergens meer naartoe met je probleem. Kansloos ben je. Rob, het gaat je goed. We gaan je van harte missen. En we moeten ook afscheid nemen van heel Holland Bak. Van Nicole, van winnares Anna en van Maroeska. Dat vindt iedereen even erg. Iedereen vond haar een beetje vervelend. We noemden haar thuis ook wel de boer Marnix van heel Holland Bak. Maar korporaal. En vrouw hier ook, denk ik. Maar korporaal bij de marine Anna won de finale met haar bakkunsten. En nu wil ik niet speculeren over allerlei complottheorieën, dat laat ik graag aan de wereld daardoor over. Maar ik vond het wel heel opvallend dat net deze week die marine van Anna 2000 kilo harddrugs had onderschept. Dat stond hier in het AD. En nu wil ik niet meteen dingen over die laatste taart van Anna beweren, maar de moeder van Nicole had er ook een hapje van genomen. En laat ik het zo zeggen, ik denk dat ik wel niet. Ja. Ik denk dat ik wel een idee heb waar die drugs is gebleven. In ieder geval, het is vandaag 6 februari. De paaseitjes liggen nog maar net in de winkel, maar het is alweer zover. Het lijkt ook ieder jaar wel net iets eerder te beginnen, alsof mensen niet kunnen wachten om de discussie weer op te rakelen. Ik heb het natuurlijk over de Pieter-discussie. Ja, de Pieter-discussie. Hij is weer losgebarsten. Een storm van kritiek is losgebarsten. Sinds duidelijk is dat mensen hem en zijn weerbericht weg willen bij SBS. Aan de ene kant zeggen mensen, het is Hollandse folklore, het hoort bij onze cultuur. En aan de andere, aan de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, maar dit is niet meer van deze tijd. He, iemand die 7 dagen per week moet werken, meestal in de snijdende wind en de stromende regen. Dat is gewoon slavernij. Daar hebben we toch studio's voor tegenwoordig. En dit 7 dagen per week. We laten Piet zo hard werken dat hij af en toe zijn ogen niet eens meer kan openhouden tijdens het weerbericht. Moet je kijken. Stormachtig weer. Bijna al een hele storm hier bij het IJsselmeer. Bij het monument op de Afsluitdijk. Ja, dood op die man. Hij valt bijna in slaap. En wij laten dat nog steeds toe. En volgens mij kunnen we hier 2 problemen in 1 keer tackelen. We hebben een regenboogpiet inmiddels die bijna niemand leuk vindt. En we hebben een windvlaagpiet die iedereen leuk vindt. Kijk, daar heb je hem. Ja, Piet is overal wel voor. En die staat volgens mij niet echt bekend als een blokkeervriend, voor zover ik weet. Zet hem op die boot. Kinderen zien het verschil niet. Ziet er hartstikke gezellig uit. Kijk maar, zo moet het dan ongeveer worden wat mij betreft. Heb ik even in elkaar geknutseld. Is een beetje het idee. Ja, ziet er nu al hartstikke gezellig uit. Het enige is dat hij dan niet meer morgen kan zeggen, want hij is er nog maar 1 keer per jaar. Nou, dat is ook lekker vrij. Dus dan wordt het altijd communieer. Ja, en ik heb er nu al zin in. En de moeder van Nicole zo te zien ook.